Hey Judith, gefeliciteerd. Je nieuwe boek Zelfliefde in Actie gaat uitkomen. Ja, Ben je blij? klopt. Ja, ik ben blij en ik vind het ook spannend, merk ik. Ja. Hoe het ontvangen wordt, bedoel je? Ja, het is toch, ondanks dat het niet de eerste keer is, is het toch elke keer spannend iets in de wereld zetten. En het is wel kwetsbaar ook, dus ja. Ja, want wat ik van je gehoord heb, zo is dat het eigenlijk wel heel dichtbij is, dit boek, hè? Heel erg Ja. dichtbij. Ja, en ik heb er ook heel lang aan gewerkt. Dus dat is ook anders dan mijn vorige boeken. Dus ik heb hier wel 9 jaar Echt waar? doorlooptijd aan gewerkt. Ja. Bestaat dat plan ook al zo lang, of is het meer dat je de laatste jaren dacht, het gaat deze kant op? Ik was al een hele tijd bezig met dit boek. Alleen de titel en inderdaad de richting en deze invalshoek eigenlijk, zelfliefde, die is wel vrij recent. Die is van vorig jaar ergens. Ja. Dus dan ineens viel het kwartje. Zelfliefde heeft natuurlijk veel facetten en vele aspecten, hè? Ja, Wat ja. vind je een spannend onderdeel daarin? Nou ja, kijk, zelfliefde is makkelijk als het allemaal lekker gaat. Hè? Ja, Dus ja. dan is het heel makkelijk om van jezelf te houden. Maar juist als je het even pittig hebt, bijvoorbeeld gisteravond had ik het even zwaar. Ik vind de crowdfunding die nu loopt, die vind ik best wel een beetje spannend. Dus ik had het even pittig met mezelf. Ja, en dan ook van jezelf houden. Midden in de tranen en de vervelende gedachten. En ja, dat is dan eigenlijk de uitdaging. Ja, ik bedoel, er moet wel iets zijn om van te houden in zelfliefde. Ja, dat sowieso. Ja, maar dus ook van de schaduwkanten, om het Ja. maar even zo te noemen. Ja. Ja, ja. Ja, dan is het moeilijker. Hè? Het is makkelijker om van jezelf te houden als je leuke dingen aan het doen bent en je talent aan het benutten bent. En Ja. dat je duidelijk bent in je communicatie en alleen maar denkt: oh, nou, gaat lekker allemaal. Ja, ik waardeer mezelf, ik ben blij met mezelf. Ja, dat Ja. is niet zo moeilijk. Ja. Ja, ik heb soms ook wel eens door situaties of zo, dan blijft er heel weinig van mezelf over. Een paar flarden of zo. Oké. En dan is er toch nog ergens een soort diepere liefde die dan geen vorm heeft of zo. Een soort compassie die ik dan nog kan voelen Oké, voor die. dat is mooi. Ja, Ja. nou, misschien is dat het inderdaad wel. Dat het gewoon heel erg in het diepste van je zijn, dat het er wel is, hè, Ja. die liefde voor jezelf. Ja. Want we zijn eigenlijk ontstaan uit liefde, dus we zijn liefde. Ja. Dus natuurlijk is het er. Ja. Alleen, ik denk wel dat er bij veel mensen veel muren omheen zijn gekomen. En dat was natuurlijk bij mij ook zo, want anders kan ik het niet beschrijven. Ja. Ja, maar als je helemaal rock bottom gaat, hè, er is weinig over, ja, dan Ja, komt die liefde eigenlijk eigenlijk wel. Ja, ja. echt tot uiting, Ja, eigenlijk. zo ervaar ik het zelf ook, maar dat heeft wel een flinke reis gekost om daar te komen. Ja, Dus zou je iets over die reis kunnen zeggen? ja, nou ja, hij is eigenlijk begonnen in mijn werk. Ik ben al jaren geleden begonnen met eigenlijk ontdekken van wie ben ik nou qua werk. Waar liggen nou mijn talenten en waar liggen mijn talenten ook niet? En nou, daar heb ik van alles mee gedaan. Daar geef ik lezingen over. Er is ook een vorig boek over gegaan. Veel meer zelfwaardering voor mezelf op gaan brengen. En daardoor had ik het ook steeds minder nodig om waardering van buitenaf te krijgen. Gewoon, ik ben happy met mezelf Ja, ja, op ja. dat vlak. Hè? Maar vervolgens, dus de zelfwaardering was de eerste stap. En vervolgens kwam ik in heftige situaties terecht. Een relatie met een man die psychisch niet in orde was. En waarmee ik heel veel reuring heb gehad. Tegelijkertijd was mijn moeder ongeneeslijk ziek. En had ik zelf ook nog een operatie die ik even moest ondergaan. En dat was allemaal in een paar jaar tijd. Heftig. Dus dat was heel, heel heftig. Dus toen had ik heel veel zelfzorg nodig. Ja. Dus ontdekken wat heb ik nu nodig in elk moment. En dat kunnen uiten en hulp kunnen vragen. Was ik eigenlijk helemaal niet gewend, hulp vragen. Dus ja, als het niet nodig is, dan vroeg ik het niet. Ik kan het allemaal wel alleen, had ik vroeger besloten. Ja, uit welke bron kon je toen putten in die jaren? Ja, toch die diepe zelfliefde. En toch die, ja, ergens voelde ik hem dus toen ook al. Waar zit die? Ja, waar zit die in je buik? Zou ik meteen, als je dan al een plek moet Ja, aanwijzen. Ja, inderdaad. Ja. dus ergens deep down is dan toch, ja, je buik. Ja, Ja, als je het lichamelijk als je aanwijst, het lichamelijk aanwijst. Ja, ja. Ja, en langs zelfzorg ben ik eigenlijk in zelfliefde terechtgekomen. En mijn moeder is uiteindelijk overleden in 2017. En zij was mijn grootste fan. En wat dat mij geleerd heeft, is dat ik eigenlijk zelf mijn grootste fan mocht worden. Want zij was er niet meer. Ik kon haar niet meer bellen om ja. al die woorden te horen die ze altijd zei. Ik hoor het er nog zo zeggen allemaal overigens. Ze vond het allemaal prachtig wat ik aan het doen was Mooi. en wie ik ben. En Ja. ja, dus dat is uiteindelijk de.
het laatste puzzelstukje geweest om te voelen van, hé, ik mag echt helemaal van mezelf houden, onvoorwaardelijk. Ja. Dus in geef je met dit boek de mensen eigenlijk een soort onvoorwaardelijke moeder om in staat te zijn om van zichzelf te houden? Ja, de innerlijke moeder hebben we denk ik allemaal wel ergens in ons, maar ook die mogen we een beetje omhoog halen. Ja. En ik denk dat we toch nog wel veel afhankelijk zijn van andere mensen, van erkenning en waardering van buitenaf, van liefde van buitenaf. En niet dat dat niet fijn is, hè? Want ik vind het ook heerlijk om liefde van buitenaf te ontvangen. Ja, als het kan, dan ja, is het mooi. Graag, maar niet als opvulling, maar als aanvulling. Okay. En dat is een hele andere beleving. Ja. Dus dat gun ik wel iedereen. En het is een heel praktisch boek, dus het is ook echt een gids. Wat bedoel je met praktisch? Echt dingen die dat je kunt doen? Dat je dingen kunt doen. Ja, dus er zitten heel veel oefeningen in. Bij elk hoofdstuk zitten oefeningen. Complimenten vind ik altijd een hele mooie oefening. Om complimenten daadwerkelijk te ontvangen. De neiging die we hebben, zeker als Nederlanders, is toch een beetje bescheiden zijn. Ja. En eigenlijk alles wat je te horen krijgt afwimpelen op een of andere manier. Van nou ja, dat kan veel beter, of dat kan die beter, of dat stelt toch niks voor. Of gaan uitleggen waarom het zo goed was, wat eigenlijk ook een beetje ontkracht. Ja. En daar je bewust van worden, van zou ik ook mee kunnen leren kijken met de anders ogen naar mij, zoals die mij dat compliment geeft. Ja, ja. En zo dus ook stukjes van jezelf leren zien en leren liefhebben. Ja. In die volgorde. Ja, dan moet je jezelf toch ook wel een beetje durven laten kennen. Hè? Dat niet ja. alleen kwetsbaar zijn, maar ook een zekere tederheid. Zeker, maar ja, dat is zelfliefde natuurlijk bij uitstek. Zachtheid, ja. Ja, ja. Ja, dus ik kreeg ook van de voorwoordschrijver Jan Bommeresse terug dat hij er enorm van verzachtte, alleen al door het lezen. Had hij dus de oefeningen nog niet eens gedaan, oh, wow. Dus kan je nagaan. Dus ja, dat vond ik echt een hele mooie opmerking. Ik denk, als ik dat effect mag hebben met dit boek, dan ben ik al blij. Ja, ja. Ja, dus dat we verzachten naar onszelf en naar mensen om ons heen. Want dat is dan uiteindelijk het gevolg natuurlijk. Ja. Ja. Dus ja, ik hoop dat we steeds meer liefde in de wereld mogen zien. En ja, de weg is volgens mij gewoon bij onszelf beginnen. Ja, ja. Wat vind je het allerspannendste uit je boek? Nou, dat er hele kwetsbare en openhartige stukken in zitten. Dus dat ik mezelf ook wel enorm laat zien hierin. Ja. En het is toch wel weer een nieuwe diepte van kwetsbaarheid die ik mee... Het is wel de way to go. Want mijn ervaring is in ieder geval hoe dichter van binnenuit het is, hoe meer mensen zich erin herkennen. Ja, dat klopt. En mensen zijn ook niet bang over het algemeen voor dat het niet goed gaat, maar voor juist dat het een enorm succes gaat zijn. Dat voel ik hier eigenlijk bij, Dick. Dus dat vind ik eigenlijk heel spannend. Ik denk, oh my god, weet je, Ja, we zitten hier nog nu in een redelijk eenvoudige tuin, een eenvoudig huis. Nou, dat blijft ook wel zo, dat hoor. Wel zo, ja, zeker. Nee. Ik heb helemaal geen materiële spullen nodig. Nee, maar ik begrijp dat je een intrinsieke motivatie hebt. Ja, enorm. Dit is voor jou belangrijk en wat voor jou belangrijk is, deel je. Ja, en ik vind het mooi om het praktisch te maken, zodat mensen er ook echt iets mee kunnen. Want alleen inspiratie vind ik eigenlijk te weinig. Ja. Ja. Is het nou iets voor individuen om te lezen en te herkennen en oefeningen te doen? Of zou je ook op een gegeven moment een groepje kunnen vormen die het gaat lezen Zeker. En met elkaar... Zeker, ja. En ik bied ook als tegenprestatie van de crowdfunding onder andere een workshop sessie. Dus je kan er zeker met een groepje mee aan de slag gaan. Oh, je geeft ook workshops? Ja, ik geef ook workshops en ik geef lezingen hierover. En je kan het ook toepassen in het werk, want zelfwaardering is natuurlijk heel toepasbaar in het werk. En complimenten aanvaarden ook. Ja. Dus je kan het gaat gewoon eigenlijk over je mens zijn. Dus die neem je ook mee naar je werk. Mooi. Ik geloof ook wel dat het mooi zou zijn als we wat liefdevoller op het werk met elkaar om kunnen gaan. Lijkt me ook, ja. Maar dat begint wel met onszelf natuurlijk. Dus. Zelfliefde. Ja. In actie. Precies. Hey, misschien tot slot. Kun je iets zeggen over die crowdfunding? Ja, nou ja, ik werk samen met een uitgever, Hard Media Group. En dat vond ik ook weer lekker toepasselijk natuurlijk. Een Hard Media, denk ik, zelfliefde. Een heel groot hart als logo. Dat is een hard, nieuwe hart. Okay. Ja, nee, hart in de zin van hart. Ja. Van liefde. Ja. Dit hart. En dat is een nieuwe wets uitgever die
die niet het traditionele model heeft van wij nemen alle kosten op ons en dan krijgt de uitgever of de schrijver een heel klein percentage, maar dat werkt dan een beetje anders. En daarom dan ook het idee om dat dan met crowdfunding te doen. En aangeeft het je de mogelijkheid om er nu al van alles over te gaan delen, terwijl we nog in het proces zitten. En dat vind ik ook echt heel leuk eraan. En ja. Mensen daar echt bij betrekken. Er zijn ook allemaal mensen die meeschrijven, dus dat vind ik ook heel leuk. Dus gewoon zoveel mogelijk mensen dit laten weten. Dus okay. Daar is dit een heel mooi middel voor. En op deze manier wordt het ook gedragen door velen. Dus dat vind ik, mooi. Ik een mooi idee. Nou, ons gesprek is er dan een onderdeel van. Ja. En op jouw naam vinden ze de verdere informatie hierover. Zeker. Ja, dus. ik deel mijn suf erover. Dus, ja. Ja. Nou, zelfliefde in actie. Ik gun het ons allemaal. Ja, ik ook. Dankjewel, Dick. Dankjewel, Judith.